over vaders gesproken. Mijn vader, geboren in Indonesië, is in de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland opgepakt door de Duitsers wegens verzetsactiviteiten. En gebracht naar de gevangenis op de Weteringschans in Amsterdam. Dat is hiernaast. En voor mij is het heel vreemd altijd om hier in paradies te spelen met de gedachte dat mijn vader op enkele meters hieraf vanaf enkele decennia geleden een aantal maanden in de dodencel heeft gezeten. Ik ben vanmiddag daar naartoe gegaan bij de balie. Dan kan je nog naar beneden en dan kan je nog in de catacomben komen waar de cellen waren. En ik moet zeggen, het was voor mij heel erg indringend, vond ik het. Mijn vader is op transport gezet naar de concentratiekamp en is daar tot het eind van de oorlog gebleven. Dus ik weet een heel klein beetje uit eigen ervaring hoe lang een oorlog kan doorklinken in de volgende generaties. En daarom is het zo fijn en zo belangrijk dat er mensen zijn die zich het lot aantrekken van de meest onschuldige slachtoffers van de oorlog. Dat zijn de kinderen. En zij doen er alles aan om de verschrikkelijke ervaring die kinderen hebben zo mogelijk te verlichten, te helpen ze te verwerken. En dat zijn de mensen van, daarom zijn we hier vandaag, dames en heren. Van de thank you.